zijn in Maduro Dam. De Leidschendamse verzetsheld, George John Lionel Maduro, die heeft heel veel betekend voor het verloop van de Tweede Wereldoorlog. René, wat weet jij ervan? 10 mei 1940 heeft hij de aanval geleid en heeft dus Huizen Dorpaal, zo heet het nu, maar toen heette het Villa Levenberg, bevrijd van de Duitsers. Het had natuurlijk echt compleet anders kunnen lopen, hè, als Maduro dat niet had gedaan. Nou, dat had het zeker. En wie weet hadden we nu wel geen koningshuis gehad. Zo ver gaat het. Ik bedoel, die slag om Ypenburg hebben we ook gewonnen. Dus ja, hij is van onschatbare waarde geweest. En mooi dat op 10 juli 1952, toen is Maduro Dam geopend. Geopend toen door de 14-jarige prinses Beatrix. In het bijzijn van de ouders van George Maduro. Hij heeft het niet overleefd, hè, George Maduro? Nee, hij is overleden in Dachau in februari 1945. Hij is ook geëerd, hè, postuum? Ja, in 1946 al. En daar waren zijn ouders dus nog bij. Maar ook in 2016, dat was namelijk, toen was het 100 jaar geleden dat George Maduro werd geboren. En daar kreeg hij ook postuum, dus de Willemsorde, uit handen van Marco Kroon. Heel veel steden in Nederland zijn hier in Maduro Dam te zien. Leidschendam-Voorburg ook, denk ik? Ja, heel klein stukje, maar misschien wel qua geschiedenis het allerbelangrijkste natuurlijk. En dat is Huizen Dorpaal. Die staat bij het standbeeld, noem ik het maar even, van George Maduro. In dit huis is George Maduro in 1916 geboren. Ja, en hier zien we dan inderdaad Huizen Dorpaal. En George Maduro herovert deze villa van de Duitsers aan het begin van de Tweede Wereldoorlog en krijgt daar de hoogste militaire onderscheiding voor.